Het Westland brengt al eeuwenlang de meest fantastische professionals voort. Vroeger heette dat ambachtslieden. Bijvoorbeeld timmerlui. En hoe die te werk gingen kun je hier achter me goed zien in museum De Timmerwerf. Maar ja, dat was vroeger. Of is dit museum misschien actueler dan je op het eerste gezicht zou denken? Onze streek heeft een rijk heden en een rijk verleden. En tussen al die plaatsen, gebouwen, al dat water en het groen, zijn bevlogen mensen bezig die culturele rijkdom te bewaren, te bewaken en op te poetsen. Ontdek de schatten van de streek. Jan, dit is eigenlijk waar het om draait, hè, deze plek. Ja, dit is de meest historische plek van het hele timmerwerfcomplex. Hoe ging dat vroeger in zo'n werkplaats? Nou, vanaf 1642 hebben hier meerdere timmermannen gewerkt. Je kan het aan de werkbank zien. Dat is een positie en dit is een positie. Aan deze werkbank konden 4 mensen werken. En aan de werkbank langs de gevel ook nog eens 2. En dat kan je zien eigenlijk aan deze steunen. En die zijn er eigenlijk voor gemaakt om bepaalde houten onderdelen vast te klemmen. Hier woonde niet alleen 1 timmerman, dat was een compleet timmerbedrijf met leerlingen en meesters en zo. Het was een timmerbedrijf, ja, met krullenjongens noemden ze toen. Krullenjongens? Ja, dat waren de jongste kinderen van school. Het waren vaak nog kinderen van misschien 13, 14 jaar. En dan gingen ze natuurlijk al werken en met hele simpele werkzaamheden, aanvegen. Maar krullenjongens, sloeg dat op hun kapsel of had dat te maken met het schaven? Nou, dat heeft te maken met de krullen die in de werkplaats lagen. De vloer lag vol met krullen, omdat al het schaarwerk nog met de hand gebeurde. Ja, dat moest regelmatig natuurlijk opgeveegd worden, anders liep je natuurlijk veel te hoog. Wat maakt dit museum bijzonder? Als je hier bent, dan leef je als het ware in de geschiedenis. En dat vind ik nou zo leuk. Ja, ben jij iemand die liever een paar eeuwen geleden geboren zou zijn? Niet liever, maar als kind vond ik het al geweldig als ik bij oude mensen kwam. Of oude locaties. En dan was het net alsof je in een andere tijd leefde. Maar je voelt het hier in dit pand. Spookt het ook? Nee, helemaal niet. Heel vertrouwd. Het is niet dat je ineens 's nachts een schaaf tekeer hoort gaan of zo? Of helemaal niet, dat is het juist. Het geeft een veilig gevoel. Zometeen krijgen we bezoek. Een paar kinderen die komen timmeren. Dit zijn pakketjes van Tiny Vogelhuisjes. Absoluut, ja. Helemaal compleet. Zij moeten alleen dus spijkeren. En ze moeten de onderdelen schaven en glad maken en een beetje schuren. We gaan vanmorgen een vogelhuisje timmeren. Heb je zin in? Ja? Ik heb er al een thuis. Nou, heb je er al een thuis? Nou, dan kan je er nog eentje weggeven misschien. Dit. Zijn jullie een beetje goed in klussen? Ja. Hebben jullie al eens getimmerd? Mm-hmm. Oké, nou, laat maar zien dan. Nou, waar gaan we beginnen? Wat doe jij hier? Ik zit in bestuur en ik doe dan de PR. Dat vind ik leuk, veel contacten. Gerda, jij bent van de PR, maar hoe deed je dat vroeger dan? Want PR bestond eigenlijk niet. Ik dacht aanvankelijk, dat kenden ze helemaal niet, maar jij hebt mij zelf erop gewezen en dat is wel leuk. Als je kijkt naar de gevel, dan zie je boven de kozijnen, de deur en 2 ramen, de gereedschappen die de timmerman toen gebruikte. Dus dat is geweldig uithangbord. Jullie hebben op zolder van de timmerwerf hebben jullie allemaal schatten gevonden. Nou, een van die schatten is dus deze draaibank, waarvan de oudste onderdelen uit het einde van de 17e eeuw stammen. En met deze draaibank maakte de timmerman de ronde voorwerpen die hij nodig had voor het onderhoud van de molens vooral. Nou, dit was een werkje voor de krullenjongen. En ik heb gehoord van de laatste timmerman dat dit een heel vervelend werkje was. Als jij hier een ochtend moest trappen, nou, dat was 10 keer het rechterbeen en dan 10 keer het linkerbeen. Door dat vliegwiel aan te trappen,
gaat dit ronddraaien. Nou, en de timmerman staat aan deze kant met zijn beitels. En die werkt hem uiteindelijk van grof, uiteindelijk naar fijn, dat hij zo mooi rond op de juiste maat is. En die krullenjongen die stond daar de hele dag dat vliegwiel aan te trappen, ja, inderdaad. Ik heb zelf niet veel haar, maar het begrip krullenjongen neem ik wel mee naar vandaag. Ja, misschien dat het nog gaat groeien. Kijk, dit is een zijkant en die past precies zo. En wanneer heb jij nou een glimlach op je gezicht als die kinderen bezig zijn? Het leuke is als die kinderen soms met een tong, met het puntje van de tong zo, heel geconcentreerd bezig zijn en gewoon alles om hun heen vergeten. Dat doet je weer denken aan de kleine Jan. Nou ja, ik heb zelf vroeger ook al konijnhokken getimmerd. En ik weet wel dat dat ook altijd spannend was. En ja, dat is een beetje wat die kinderen natuurlijk nu ook beleven. Absoluut. Jij bent eigenlijk bij hun op zoek naar jouw oude konijnhokgevoel. Nou, misschien wel, ja. Absoluut. Ja. En waar zitten we hier nu? We zitten hier in de keuken van het woonhuis. Nou, de inrichting van het woonhuis is van rond 1900. Dus eigenlijk begin 20e eeuw. Dat is de periode dat hier de laatste familie nog woonde. Wat je hier bij de schouw ziet, dat is het laatste echtpaar Bongaerts die hier gewoond hebben. En daarna is het woonhuis verlaten en de timmerwerkplaats is altijd in gebruik gebleven. Inslaan. Je mag kiezen. Wat komt er voor vogel later in? Is dat een pinguïn, een struisvogel? Wat gaat het worden? Een blote billenvogel. Een blote billenvogel? Wat kunnen wij in deze tijd, als het gaat om milieu en duurzaamheid, leren van vroeger? Vroeger werd er alles bewaard. Hè? We zien dat hier in die werkplaats. Die timmerman gooide zijn gereedschap niet weg. Als het versleten was, ging het naar zolder. Of ze gingen het veilen, scherp maken. Dat je gebruikt wat je nodig hebt en niet meer. Daar zie je natuurlijk aan dat de mensen vroeger natuurlijk veel zuiniger waren en best wel duurzaam bezig. We moeten ook schijnbaar weer terug naar bouwen met hout, toch? Ja, je ziet nu steeds meer, hè? Tiny houses, helemaal van hout. Ja, hout is in. Als je een tiny house wil bouwen, dan moet je even langs bij het museum De Timmerwerf. Ja. Komt het nog wel eens voor dat je met een hamer op je duim slaat? Goed zo. Af en toe wel. Het zijn vaak de kinderen die bij mij op de duim slaan. De kinderen slaan bij jou op de duim? Ja, dan met het timmeren van een pakketje. Dan moet je die kinderen altijd helpen. En vaak de spijker vasthouden. En dan, ja, de een die doet het voorzichtig. Maar er zijn er ook wel eens kinderen bij die beginnen gelijk dit te doen. En dan is het wel eens raak, ja. Waar komen die vogelhuisjes te hangen? Een beetje naar een schutting bij het andere vogelhuisje. Jullie krijgen een hele rij met vogelhuisjes. Ja. Komt die voor jou er ook te hangen, Cas? En hebben jullie vaak blote billenvogels in de tuin? Dat moet je maar aan hem vragen. In alle voorwerpen die de kinderen hier timmeren, daar branden we dit logo erin. Dat is het logo van De Timmerwerf. Dankjewel. Dat is de voorgever van De Timmerwerkplaats. Zie je? Jongens, gaat dat wel steppen met zo'n vogelhuisje onder je arm? Ja hoor. Ja? Wil jij ook, Cas? Tim heeft een grotere arm. Ja. Ja. Tim heeft een grotere arm. Doe maar heel voorzichtig, hè? Tot de volgende keer. Ja, doei. Dan ben ik op zoek naar een museummotto voor de aflevering en dit museum. We hebben het over hout, over duurzaamheid, over het verleden, over met je handen werken. Wat zou nou een mooi motto zijn? Vakmanschap is meesterschap. Jullie moeten beslissen, hè? Jullie moeten samen zitten. Ja, ja. Ik heb een paar suggesties. Museum De Timmerwerf slaat de spijker op zijn kop. We zijn eruit. Het motto van Museum De Timmerwerf van deze aflevering is geworden... Hout... Is goud. Is goud.